Opnieuw is Cancellara van Marken te snel af. Hoe groot is dan de ontgoocheling? Op dit moment in ieder geval nog even heel erg groot. Je rijdt die finale zoals je gehoopt hebt. Onderweg waar we toch al wel wat dingen tegenkomen dat niet helemaal liep zoals we gepland hadden. Was denk ik bijna voor alle ploegen. En... Wat waren dat voor dingen? We hebben best wel wat lekke banden gehad. Achter de, of ja, met valpartijtjes waar je dan achter zit. Een fietswissel van Sepp. Maar dat heeft bijna elke ploeg heeft dat hier gehad. Uiteindelijk kom je heel goed in de koers te zitten. Dan zitten we met onze juiste mannen van voren. En doet Sepp in ieder geval een goede inspanning om Cancellara te volgen. En dan weet je dat je voor de overwinning meestrijdt. Ja, dan haalt hij in de sprint niet net zoals dat vorig jaar in Rubega. Als je naar de sprint kijkt, wat waren dan je opmerkingen als je dat nu terugkijkt? Nou, voor mij waren er niet zo heel veel opmerkingen. Het was meer dat Fabian de sterkste was. En dat was dingen in Roubaix had je het gevoel van dat had je anders kunnen aanpakken. En nu, Sepp die kijkt op 100 meter of 75 meter ook al een beetje achterom waar Stijn van den Berg komt. Dus ik denk dat vandaag was het gewoon zoals het was. Wat voor koers heb jij gezien? Een hele spannende koers. Zeker een hele mooie finale. Met de aanloop eigenlijk vanaf de tweede keer Quaremont tot aan de finish. Heel veel koers, heel veel verschillende situaties en altijd heel spannend. En nooit echt een ploeg die meer kon controleren. Een hoop valpartijen zijn er geweest en Belkin is redelijk ongeschonden eruit gekomen. Ja, nou, we hadden vorige week al een paar keer hadden we wel er doorheen gekomen. Dus in het begin hadden we twee valpartijtjes, maar zonder erg. Was weer Tom Lezer en Maarten Wijnands, dezelfde die vorige week had vielen. Maar zonder erg en daardoor konden we als ploeg eigenlijk tot in die finale met z'n achter bij elkaar blijven. Ja, want de ploeg die was nog heel de wedstrijd nadrukkelijk in beeld. Met name ook Van Emden, Chalingi. De ploeg was in de breedte zeer sterk vandaag. Ja, je ziet als je een echte kopman hebt en die hebben we met Sepp. Als hij er weer aankomt, dan wordt de rest ook beter. En we zien eigenlijk al vanaf het nieuwsblad dat deze groep, dit is ook onze sterkste groep voor deze wedstrijden. Ja, die waren gewoon klaar voor deze wedstrijd. Hoe heeft Lars Boom de wedstrijd beleefd? Ja, ik denk dat Lars een goede stap heeft gemaakt. Zeker gezien waar hij na Parijs niet wegkomt. Hij reed lekker op de tweede keer Paterberg. Of de eerste keer Paterberg richting de Koppenberg. Ja, dat was een van de moeilijkste punten. En daardoor kwam hij in een groepje wat er ver achterop was. En in opbouw naar volgende week, op hoeveel procent loopt hij nu nog achter ten opzichte van de andere toppers? Ja, procent is altijd moeilijk uit. Dat weet ik echt niet hoe ver. Maar hij heeft nog een kleine achterstand. We hebben nog een week. Hij heeft vorige week echt heel veel omvang getraind. Deze week zal het echt focussen worden op Roubaix. Hij rijdt normaal gesproken de Scheldeprijs nog en dan moet hij er klaar voor zijn. Wacht je hem volgende week bij de voorste? Hij gaat in ieder geval in de finale erbij zijn.